Welkom bij Pulse Model Train Staff. Ik weet dat dit wat off-screen is, maar ik heb hier voor me mijn Lima koploper. Hier ligt mijn motordeel. Hier wat bedrading waarmee ik de plug aan kan sluiten, of ik rechtstreeks stroom kan zetten op de plug voor waar de decoder straks komt. Stroomvoerende koppelingen hier en hier. Of, ik denk dat dit al zelfs op screen is, maar hier. Ik heb geen beeld waar ik kan kijken nu. Dus. LED-strips voor de binnenverlichting. Hier en daar ook een beetje. Helemaal aan de rechterkant en helemaal aan de linkerkant zitten de binnen de sluitzijn en kop. Van in ieder geval de verlichting voor de lampen voor en achter. Die ik de vorige keer in heb gebouwd. Alle elektronica doorgelopen. En als ik op het motordeel wat stroom zet. Even kijken. Binnenverlichting op alle drie. Dit is het gele licht voor en het rode licht achter. En andersom is het gele licht is precies omgekeerd. Nou, het zit allemaal aan elkaar vast met alle koppelingen nu, dus dit is een beetje moeilijk te demonstreren. Maar ik hoop straks hem rijden nog even te filmen en dan monteer ik dat hier achteraan. En dan is dit een project waar ik nu de afgelopen dagen uren in heb gestoken en dan zou het af moeten zijn. En daar ben ik super blij mee. Dus zo dadelijk. Hopelijk een rondje rijden en alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Helaas geen video van mijn Lima koploper die mooi over mijn tijdelijke baan heen rijdt. Want ik heb de kortkoppelingen te kort gekoppeld en de motor is waarschijnlijk iets losgeschoten, dus ik krijg hem ook niet geprogrammeerd. Dus ik moet hem opnieuw na gaan lopen en gaan bedraden. Het is daar inmiddels al te laat op de dag voor, dus dat gaan we niet meer doen vandaag. Ik ben nog wat dingen aan het repareren met wat rails, van die goedkope Lima rails die ik had. Wat dingen aan elkaar aan het knopen voor een volgende keer als ik die baan opzet. En daarna wordt het afbreken. En de Lima trein komt over een paar weken weer aan bod, denk ik. Er komen nog Hemelvaart en Pinksteren aan. Dat zijn ook weer dagen dat ik wat langer thuis ben. En dat ik dus ook die baan weer even vlug opbouw. Dan hoop ik wel dat ik een mooi rondje kan laten rijden. En dat ik ook de problemen op heb gelost waar ik nu tegenaan ben gelopen. Dus bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.